was niet heel knap, maar het was wel gewoon een goed uitziende jonge man. En die moest even lekker met zijn vingers naar binnen gaan om te voelen of die nog wel goed zat. Hoi, daar ben ik weer. Ik wil jullie graag wat meer vertellen over hoe het nu gaat met mijn spiraal. Want ik heb hem al iets langer dan een jaar. Ik krijg vaak de vraag of ik eindelijk weer eens een update wil geven van hoe het nu bevalt, wat ik ervan vind. Mocht je willen zien wat mijn ervaring was met het zetten van een spiraal toen ik hem liet zetten bij de huisarts, dan kan je even op het i'tje klikken, dan ga je daar naartoe. Dat heet mijn ervaring met een spiraal. Daarin vertel ik dat ik hem echt net heb. Volgens mij had ik hem toen een maand of zo. En verder heb ik er geen update meer over gegeven. Misschien even kort in een video voorbij laten komen, maar niet echt. Op 2 of 1 november, nou begin november 2017 liet ik mijn spiraal zetten. En het eerste half jaar sowieso was het echt wel even vervelend dat ik hem had. Ik werd onregelmatig nog wel een beetje ongesteld. Dus ik wist eigenlijk steeds niet wanneer het er nou aan zat te komen. En dan had ik ook echt wel vervelende steken in mijn baarmoeder of een beetje ernaast. Ik denk dan in mijn eierstok of zo. Dus ik denk dat dat de eerste 8 maanden ongeveer wel was. Dus zeg maar tot en met afgelopen augustus heb ik wel echt een beetje last gehad van mijn spiraal. En heb ik hem ook een keertje nog laten checken bij de huisarts. Dat bleek toen een hele knappe man te zijn, of oké, hij was niet heel knap, maar het was wel gewoon een goed uitziende jonge man. En die moest even lekker met zijn vingers naar binnen gaan om te voelen of die nog wel goed zat. Nou, dus hij voelde niks raars, het zat gewoon oké. Nou ja, die heeft toen gezegd, nou mocht je echt zeker willen zijn, kun je altijd nog een gynaecologische echo laten doen. Het wordt alleen niet vergoed, kost echt €100. Dus ik dacht, nou, het zal wel goed zitten. En daarna heb ik ook eigenlijk geen pijn meer gehad. Want ik had best wel om de 2 weken een beetje vervelende steken. Nou, verder qua anticonceptie en hormonen. Ik heb 5 jaar lang de pil geslikt, van mijn 15e tot mijn 20e. En toen van mijn 20e tot mijn 22e een beetje af en aan. Af en toe de pil. Volgens mij 1 keer tussendoor nog de pil. Maar over het algemeen gewoon condooms gebruikt tijdens seks. Dat was mijn anticonceptie. Want ik wilde stoppen met de pil om toen te merken van wat gaat het veranderen qua als ik ineens geen hormonen meer in mijn lichaam heb. En ik heb veel vrouwen om me heen die gewoon echt slecht gaan op hormonen. Dat is vervelend. Nou, ik heb dus een Mirena spiraal. En daar zitten dus wel hormonen in. Maar ik heb me laten vertellen dat het wel de helft minder hormonen zijn dan in de pil. Natuurlijk zijn er echt heel veel discussies gaande over hormonen. Je moet daar je eigen waarheid maar uithalen en gewoon kijken hoe jouw lichaam erop reageert. Er zijn ook mensen met koperspiraal, daar heb ik wel minder goede verhalen over gehoord. Daar word je alsnog wel best wel hevig ongesteld. En dat was voor mij ook de reden om niet een koperspiraal te nemen. Maar ik merk eigenlijk nu alleen maar positieve effecten van een Mirena-spiraal. Want ik zit nu vooral nu in een relatie met 1 persoon. Dus ik heb eigenlijk alleen maar seks met hem. En dat vind ik dan wel heel prettig om zonder condoom te doen. Dus dan is het echt ideaal om die spiraal te hebben. Dan heb je gewoon echt geen omkijker er meer naar. Want ik ben dan echt zo'n persoon die dan helemaal in de stress zou kunnen schieten als ik dan 1 keer de pil zou vergeten of zo. Dus dan, ik zou denk ik als ik de pil slik, dan zou ik ook echt mijn cyclus heel goed in de gaten houden, zeg maar. Dat je dan echt goed weet wanneer je eisprong is en dat soort dingen. Kijk, het allerbelangrijkste aan anticonceptie vind ik gewoon het feit dat ik geen stress krijg van het feit dat ik misschien zwanger kan zijn of zo. Dat is voor mij van grootste belang. En natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook de hoofdreden van anticonceptie. Maar omdat er natuurlijk hormonen in zitten, gaan heel veel mensen daar heel slecht op. Dus hebben het liever niet. Dus zitten erin met die struggle. Maar ik ga, denk ik, ik probeer heel erg goed waar te nemen wat ik nou van die hormonen merk. Maar ik heb het gevoel dat het voor mij niet zo heel veel verandert. Ik weet nog wel dat toen ik mijn spiraal pas net had, of na een half jaar of zo, dat ik nog steeds, ik had zo'n erge mood swings. Ik was veel sneller geprikkeld en chagrijnig en getriggerd. Dat toen wel een dingetje was. En het zou kunnen dat dat nu ook nog wel zo is vergeleken met, maar ik weet het gewoon niet meer zo goed. Zeg maar hoe mijn lichaam is zonder hormonen. Het enige wat ik wel merk, waarvan ik denk dat dat wel gaande is, is dat, heb ik ook wel gelezen, dat dat een bijwerking kan zijn, overbeharing. Dus ik merk bijvoorbeeld in mijn gezicht hier heel veel donshaartjes, maar echt dat je ze wel echt duidelijk ziet. En ook echt, ik heb gewoon eigenlijk echt een snor. Het zijn wel vooral heel veel blonde haren en ze zijn heel licht, maar het is wel vervelend. En ik heb op mijn bovenbenen veel meer beenhaar. Gewoon op de achterkant van mijn bovenbenen is echt een soort vachtje. En dat ga ik ook niet scheren, want dat is al vervelend. Maar ik heb het gevoel dat ik dat eerder nooit had. Dus ik denk wel dat dat door hormonen komt. Dus overbeharing. Verder
ben ik echt 100% helemaal tevreden met mijn spiraal. Ik ga hem echt de volle 5 jaar laten zitten. Of er moet wel iets heel geks gaan gebeuren. Dus ik hoor graag jullie ervaringen met de spiraal. Want dat is natuurlijk zo uiteenlopend bij iedereen. Dat lees ik graag terug in de reacties. Ik ben benieuwd hoe het bij jou zit. Ik hoop dat jij er net zo positieve ervaringen mee hebt als ik. En daar heb ik er eigenlijk verder niet zo heel veel meer over te zeggen. Want ik vind het allemaal gewoon prima. Dus, nou, dat was het. Tot volgende keer. Doeg!